Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar Splitsprint, een nieuwe video. Ik ga niet te veel om me heen lullen, want ik ga maken slogs nou. Ik heb hem allemaal van abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Nou, ik ga hem nadoen, daarom heb ik ook een hoed op. En een zonnebril en een groene t-shirt, want je hebt vast wel gezien, de makers heeft ook een groene t-shirt op. En ik heb hier mijn... koffie, wat ik ga doen, ik ga koffietijd nadoen van maken slogs. Dus dat was hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken, heb je een geblauwd duimpje omhoog gevast en we gaan beginnen. Koffietijd, een beetje gezelschap, pak tijd voor jezelf, het helpt je de dag door, het is koffietijd voor jou en mijn beetje. Hallo allemaal, ik ben Marcus, dames en heren, en ik ben Marcus van Marcus Vlogs. En we hebben nu twee hele leuke nieuwtjes voor jullie. Tenminste, een heel bizar nieuwtje. Want wat Marcus altijd doet, is hij heeft altijd hele raar nieuwtjes. Maar we gaan eerst even in de koffie roeren. Lalalala, lekker bakje koffie. Lalalala. Zo, een lepeltje ga ik in de weg doen. Ha. Zo. Lekker bakje koffie zeg. Maar goed. Het allereerste nieuwtje wat we hebben. Goed, dat is even een serieus nieuwtje, dus Marcus, als je het kijkt. Het allereerste nieuwtje is, Marcus, of ik dus, had een koffiegroep. Een echte, de enige echte koffiegroep natuurlijk, je weet wel, een Skype-groep. Maar, nu het een of andere gebeurd is, is iemand eruit gegooid uit die groep. Waaronder Ritske, ik heb Stoffel eruit gegooid. Ik vond het op een of andere manier, weet ik ook niet precies waarom. Tijn is eruit gegooid en Jur is ergens van Skype verwijderd. Tenminste, ik weet niet hoe dat kan. Maar, ja, ik weet ook niet hoe dat kan, maar hij is er ergens uitgegooid. Nou ja, een beetje wetmatig natuurlijk. Hè? Dus ja, eigenlijk mag ik er zo ook bij zeggen van, dat is echt waar wat ik hier zeg. Ik ben er inderdaad echt uit de groep gegooid, uit de makers een groep gegooid. Maar goed, maar ik heb natuurlijk nog meer nieuwtjes en even lekker door de koffie roeren. Hè, dan ben ik toch Marcus de vlog zorgen. La 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 la. Zo. Nog een net. Zo. Nog een raar nieuwtje wat ik gehoord heb. Dat dat Drenthe, dat is echt zo, dat was ik net gezien op internet. Drenthe die had last van wildplassers, dames en heren. Oh, 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 niet te geloven. Oh, nou, hoe kan dat nou? Ze hadden last van wildplassers en ze hebben daar geklaagd. Dat is echt zo, had ik net gezien op RTL Drenthe. Het is echt waar, deze nieuwtjes zijn helemaal echt. Maar dat had ik dus gezien, dames en heren. Oh, het is toch niet te geloven. Het is toch niet te geloven. Ik drink mijn koffie nog even op. En dan gaan we door naar het laatste nieuwtje alweer, dames en heren. Oh, het gaat zo snel. Als het je gezellig is, dan is het zo snel. Dit is trouwens geen koffie voor degene die hem gezien. Want nee, ik hou niet van koffie. Ik zeg altijd wel, ik krijg altijd wel koffietijd om echt koffie drinken. Maar ik hou niet van koffie, dames en heren. Het is gewoon niet lekker. Het is gewoon van geen meter te zuipen. Het is gewoon niet lekker. Gaan mijn bril ook nog beslagen worden. Ja. Laatste nieuwtje, dames en heren. Wat ik opmerk waar, vond ik ook een Drenthe weg. Dat was ook echt waar, moet je maar eens opzoeken. Ik zet die filmpjes er wel in de beschrijving. Dat was ook een nieuwtje over een zwembad waar een gemeente ook heeft geklaagd. Dat is echt zo. Dat is toch niet te geloven. Nee, wat was er nou aan de hand? Gemeente die kwam daar. Die hebben geklaagd over een zwembad in een achtertuin. Dat... Het was ook weer dat niet mocht. Terwijl de buren geen last van hadden. Terwijl niemand er last van had. Ik zet al die twee filmpjes staan ook al die twee Drenthe. Kwam het Drenthe weg. Dus ja. Yeah. Deze hoed komt ook het Drenthe weg. Zelf ik maak een slags komt niet uit Drenthe. Maar goed. Dit is een hele lekkere koffie dan. Heel lekker hoor. Nou. Oh, lekker. Lekker bakje koffie. Nou, in ieder geval. Ik hoop dat je genoten hebt. Geef dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer nog even op Konijn 5. En abonneer zeker op Marcus Vlog hier boven het i'tje. Staat Marcus mijn kanaal natuurlijk. Ik ben Marcus, hè. Maar in ieder geval.
Ik zou zeggen, abonneer en reageer op mijn video's. En dan zeg ik, let er weer hoor. Nou, doei, dames en heren. Doei, tata.